Welkom in mijn keuken. Ik ben Stefano Leheijnen en vanavond kook ik voor Odilia. En ik ga voor haar koken omdat ik haar wil bedanken voor de jarenlange vriendschap die ik met haar heb. Nou, vandaag gaan we een lekkere pasta maken. En daarvoor heb ik een aantal lekkere boodschapjes in huis gehaald. Allereerst natuurlijk de tagliatelle. En dan heb ik nog wat garnalen, courgette, limoenen. En citroen, wat room, kaas, olijfjes en natuurlijk de zeekraal. Nou, ik ben onlangs in Italië geweest en heb ik een rondreis gemaakt in mijn eentje. En de regio waar ik geweest ben, de Amalfi-kust, daar eten ze dit gerecht heel veel. En het is me zo goed bevallen, dat ik van ja, dat neem ik mee naar huis, dat recept. Ik heb een roadtrip gemaakt, dus ik ben met de auto, ik ben wel gaan vliegen naar Napels en toen met de huurauto ben ik daar gewoon gaan rondrijden, een week. En dat, ja, in mijn eentje, ja, waarom in mijn eentje? Ja, ik had er gewoon behoefte aan om even lekker alleen te zijn en weet je wel, hier in het dagelijks leven, je werkt fulltime en dan heb je geen tijd om na te denken over dingen. Mijn partner en ik zitten helaas in een scheiding. Ja, dus dat heeft ook nogal wat voeten in de aarde. Dus dan denk je van, ja, wat overkomt me nou eigenlijk? En wat vind ik daar nu eigenlijk van? En toen dacht ik, ja, ik kan een weekendje naar de Veluwe gaan. Maar dat is anders dan dat je echt even weg bent. En dan gaan we dan de courgette inbakken. Lekker eventjes schillen. Een paar minuutjes aan allebei de kanten. Ik ben vandaag aan het koken voor een hele goede vriendin van mij, Odilia. En Odilia is iemand, die ken ik nu zo'n 8 jaar. Nou, moet ik niet verkeerd zeggen, maar ze is al ruim over de 60. En ik ben 32, dus eerst zou je zeggen van, goh, wat een bijzondere combinatie. Maar we zijn een sterteam samen. We hebben zoveel mooie dingen al samen gedaan. En zowel in ons vrijwilligerswerk werken we heel veel samen. Maar ook privé doen we heel veel samen. En ja, nu omdat ik natuurlijk door de scheiding ga, heb ik het echt wel eventjes pittig en staat ze ook voor me klaar. Hoi hoi, goedenavond. Kom verder. We hebben 5 jaar geleden samen een stichting opgericht, Stichting LHBT Netwerk Zeeland. En wij richten ons echt op, niet op het individu, maar om de cirkel daaromheen. Huisartsen, docenten, vertrouwenspersonen, dat soort professionals. En wij denken dat we een veel grotere impact hebben als we ons daarop richten. Nou, bijvoorbeeld een leerling die in de kast zit en die erachter komt dat hij transgender is. Wat doe je dan als vertrouwenspersoon? Wat moet je juist wel doen en wat juist niet? Dat soort dingen. En ik gebruik verse pasta, dus het is ook lekker snel klaar en veel smaakvoller. Ik ben homo en ik weet nog heel goed toen ik dus op het voortgezet onderwijs zat en in de kast zat, dat ik dus zo'n gastles kreeg van 2 voorlichters van het COC. En dat ben ik nooit vergeten. En dan denk ik van ja, ik wil dat ook terug kunnen doen aan een andere Stefano die nog in de kast zit en op school zit. En daar gaat de room bij. Het uit de kast komen, ja, dat was wel een dingetje hoor. Mijn ouders zijn gescheiden, al toen ik heel jong was. Dus ik ben bij mijn moeder en mijn stiefvader opgegroeid. En voor mijn moeder was dat op zich niet zo'n heel groot probleem, gelukkig. Maar toen ik het mijn vader moest vertellen, ja, dan heb ik het echt over de tijd dat ik al met mijn ex een relatie had. Dus toen was ik echt al wel 18. Dus toen vertelde ik, ik woon samen met een vriend. Toen zei hij, oh, gewoon een vriend dan? Ik zei, nee, met mijn vriend, met mijn partner, daar heb ik een relatie mee. Nou, het werd helemaal kwaad en toen zei hij, ja, dat kan je me niet aandoen. En je bent egoïstisch en je laat mijn bloed niet doorstromen. En het is maar goed dat ik niet weet waar je woont, want anders schiet ik je er zo weer van af. Dus dat was wel heel heftig. Ja, ja, dus hoe eenvoudig het bij mijn moeder ging, hoe heftig het bij mijn biologische vader is gegaan. Maar ja, die band, ja, ik zie hem niet als een vader. Dat is geen vader als je zo reageert op je zoon die uit de kast komt. Er is meer dan, ik ben niet alleen homo, ik ben ook Stefano. Ik ben ook een man en ik ben ook een beleidsadviseur bij het antidiscriminatiebureau. En ik ben ook een hobbybakker en er is veel meer in me dan dat homo zijn. Dat is maar een klein onderdeel van mijn identiteit.
Dus ja, misschien daarom is het een extra motivatie voor mij om hiervoor in te zetten. Nou, dat is hem. Ik hou van koken en nou ja, goed, de keuken die verraadt dat denk ik wel een beetje. Je kan natuurlijk gewoon je fantasie een beetje de vrije loop laten gaan. Je kan gewoon zelf gaan experimenteren met ingrediënten en met verschillende gerechten die je van iemand krijgt. En dat je toch een eigen twist eraan geeft. Net als dat we vandaag eigenlijk ook doen. Ja, want in Italië at ik het met spaghetti en ik doe er hier tagliatelle doorheen en ik doe er zeekraal doorheen. En zo kun je toch een beetje je eigen signatuur eraan geven. En dat is natuurlijk wel heel leuk aan koken. Ja, en als het lukt natuurlijk al helemaal. Nou, kijk eens. Alsjeblieft. Ja, het is... Ja, ik ga gezellig met je mee eten. Ja. Ja, ik dacht ik ga eens bedanken. Voor onze mooie vriendschap en fijne samenwerking die we natuurlijk hebben. Cheers. Ja, ik dacht ik doe er een Zeeuws tintje aan. Goed zo.